Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Te Land Ter Zee in de Lucht. Zolang je me kan herinneren bestaat dat programma al. En zolang je me kan herinneren moeten mensen in het zelfgemaakte voertuig van de schans die we dan in hebben gesmeerd met groene zeep naar een bel. En zolang je me kan herinneren lukt dat niet. Zo ook niet voor deze aliens. Al is het ook wel een beetje veel gevraagd voor een alien. Beam ze, zet hem op. Hebben ooit samen de opleiding bedrijfskundige informatica gevolgd. Hebben ook elkaar gevolgd en dit gezamenlijk getekend. Ja, informatief zijn ze sterker dan technisch, heb ik het gevoel. Kijk, prachtig te water en daar houdt eigenlijk de hele wedstrijd op, hè. Daar komt-ie. 1, 2, 3. Zie je nog even dat nerveuze ademhalen bij de reizigers? Ze komen uit Emmen. Daar gaat de haai te water. Daar gaat de haai. Nou, het is helemaal geen felle haai. Ze hadden een haai gebouwd voor de snelheid. Maar trage haaien bestaan niet. Dus de droom komt niet uit. Maar er zit ook een enorme angst bij de bewoners van de haai. Mag ik me zo uitdrukken? Ja, gaat het lukken? Succes! 3, 2, 1. Ze komen uit Wilnis. En we kijken naar Anne, 14 jaar daarvoor in dat bakje. Dan moet dat bakje omhoog en dan... Oh, wat jammer. Wat jammer. Zeg, zie je dat? Totaal niet nerveus. Rustig, geconcentreerd op dat gezicht. 14 jaar. Anne, eindelijk mocht ze meedoen. En ze deed het geweldig. 3, 2, 1. Uit Os komen ze, de prutsers. 3 aanduwers en 1 man die gaat doen. Ja, hij doet het. Kijk eens, prachtig. 5,89. Tobbedansen speciaal. Helemaal in 1 vloeiende beweging. Nog eens even kijken naar die kop. Rustig, geconcentreerd. Totaal geen angst. Omhoog, over die tweede schans heen glijden. En natuurlijk niet vergeten de bel te luiden. Ah, mooie race. Echt Tobbedansen speciaal. Voorlopig de prutsers aan de leiding. 3, 2, 1. Komt u! Dat zijn de Hannessen uit Teteringen. Carnavalsvereniging. Ziet er heel mooi uit. Ja, alleen, het is leuk, hè? Het is gewoon leuk. Voor de gezelligheid. Maar technisch klopt dit niet helemaal. Let op. Boot komt eruit. En met name de Hofnar achterop valt ook mee. Daar gaan jullie. De Levanders uit Ospel. Eens kijken of dit wiskundig goed is berekend. Nou, er is heel veel gerekend. Heel veel getekend. Maar uiteindelijk is het de wiskundeleraar zelf die te water gaat. Mooi. Hij dacht, ik kan dat wel. Kijk, let op. Daar komt hij aan. En dat was het ook gewoon. En daar gaan ze. Maar drijven is niet voldoende, want je moet proberen op die tweede schans te komen. Dat gaat. Oh, wat jammer, net niet. Ja, Ulbe heeft mooi lachen natuurlijk daarboven. Die is niet nat geworden. Maar nog eens even kijken, waarom wilde het niet? Hij remt eigenlijk af, komt verkeerd op die tweede schans, hè. En dan rem je af, haal je nooit de bel meer. Zwalukus. Succes! Joke en Angela beginnen aan de thuiswedstrijd. Hebben er enorm veel plezier in, maar wat is... Oh, wat een... Zag je dat? Het was een wheelie op het water. Nee, dat hoef je niet te doen. Heeft geen enkele zin, want die is ook glad, hè? Die tweede schans is ook zo glad als wat, joh. Kijk hier, nou moet je even opletten. Ze zitten daar te ver achterin, volgens mij. Want ja, je zit wel knus, maar het gaat wel omhoog, hè? Richard is er een die altijd zegt... Jongens, ik heb een probleem aan mijn duim en daarom hoeft hij nooit mee te bouwen. Maar nou eens kijken wat ze op de baan doen. Nou, het begon goed. Maar het is een moeilijk onderdeel, Tobbedansen speciaal. Het gaat hem om dat laatste stuk, hè. Kijk, lachen natuurlijk. Niks aan de hand. Het is een redelijk veilige boot. Kan niks mee misgaan. Maar dan omhoog komen op die tweede schans, dat is niet makkelijk. De familie staat klaar met de camera. Of het goed komt met de woudlopers uit Valburg? Een vraagteken. Woudlopers. Eigenlijk hebben we de belangrijkste woudloper, hè. Jij moet het doen. Heel veel succes. Wekenlang bouwen, hier is het grote moment. Jouw moment, hij komt goed te water. Hij zou omhoog moeten gaan. Maar daar zit geen snelheid in. Ja, nogmaals, het lijkt vaak zo makkelijk. Maar dat te water komen en dan doorschieten. Hij kwam te hoog te water, zie je? Hij schiet in de lucht wel omhoog, maar daarmee kom je niet op die tweede schans omhoog. Ah, dat ben ook mooi, de Nakse Bibsen. Mooie naam, zeg. Succes. Voor zijn huwelijk, daar gaat hij. Kom uit IJsselstein. Nou, dat zijn die paardjes. Weet je nog, dat zagen we in het Rennerskwartier. Toen dacht ik, nou, dat kwam er toch leuk uit zo, hè, met Johan Drien. In het Rennerskwartier althans. Maar op de baan is dat toch een, ja, een tegenvaller. Een weigering voor de hindernis. Ja, dan krijg je 4 strafpunten. Nee, 4 strafseconden, hè, bij de paardensport, geloof ik. Nou, dan is het wel mis natuurlijk. Wie van jullie is nou Frans? Jij bent de Willy Wortel van jullie drieën, zeggen ze. Oké, nou. Ik hoop dat het werkt. Succes!
De thermokoppeltjes uit Alblasserdam hopen waarschijnlijk zelf ook dat het werkt. Afzetten, duwen omhoog. Ja, 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 ja. Maar pas op dat je niet op de baan komt, hè. Oei, 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 8.06. Dat wil ik nog wel even terugzien. Want je mag niet op de baan staan, hè, als je belt. Even kijken, het ging nog maar net, hè. Het ging nog maar net, hoor. Ja, hij kwam eigenlijk iets te ver van de bel tot stilstand. Kijk, ja, hij belt keurig. Niet op de baan gekomen. Hartelijk dank, hebben we even kunnen zien allemaal. Hij belde in de lucht. Ja, dat moet je niet doen. Dat komt hard aan, hoor. In de loop der jaren hebben heel wat bruidjes meegedaan aan te land, ter zee en in de lucht. Soms vrijwillig, soms gedwongen. Maar ik hoop met het hand op mijn hart dat hun huwelijk langer duurt dan de gemiddelde race die ze deden bij te land, ter zee en in de lucht. Ze zijn nog heel erg gelukkig op dit ogenblik. Deelnemers is opgelet, klaar! Maar deze taak is wel erg zwaar, hoor. Langzaam wordt het voertuig gestart, samen sturen, samen proberen het evenwicht te bewaren. Maar nee, dat kan ook niet. Want je zag het, hè, aan haar. Ze wil toch gauw bij hem op schoot, want ze is bang. En ze wil naar hem toe kruipen, ja. En dan krijg je nooit met je as over de plas natuurlijk. Hé, jammer. Maar wel mooi gedaan en het cadeau weer verdiend. Nog niet bekend heet het voertuig. En zo heet ook het hele constructie, althans het hele team. Attentie! Kom uit Deventer. Dat is een prachtige Formule 1 waar hij rookt ook nog. Joh, wat knap zeg. En uiterst rielen. Wat een geweldig krap stuurtje is dat, zegt die man. Die zit daar vooraan toch heel benauwd. Dat is sturen met opgetrokken knieën. Dat is ook een heel moeilijk onderdeel, heb ik zo langs het gevoel. Kijk even, dat zit toch niet echt lekker, hè? En dan mag je overhangen wat je wil er aan die achterkant. Maar lukt net niet, hè? Wat jammer nou. Jammer. Volop fans aanwezig altijd, vinden we altijd gezellig. Natuurlijk. Hier zijn de Bokkenrijders Revenge. En die komen uit de Achterhoek en die hebben een geweldig mooi ding gebouwd. Met natuurlijk inderdaad excuus aan Bonfire. Ja, dat is klaar. Van Ankie van Gunsven. En eens kijken, want dat is een hele mooie fiets. Dat ziet er heel goed uit wat dat op de baan gaat doen. Dat is als het evenwicht maar goed blijft, jongens. Wat gebeurt? Weer naar die rechterkant. En wat is dat jammer. Nog eens even kijken. Wat ging daar nou mis in die herhaling? Geen enkel idee. Geen enkel idee. Het ging gewoon naar rechts. Alweer zo'n heel klein benauwd stuurtje. En dat is van Auvol H1, de Eagle Volleybalvereniging uit Oud-Leuzen. Nou, dat gaat al heel erg goed van start, zeg. Dat begint met een time-out om in volleybal te blijven. Wat een benauwd stuurtje ook weer. Het komt beneden. En wat ziet dat er gek uit? Zie je dat, een katrolletje? Daar hebben ze heel veel plannen mee, hoor. Ik heb geen flauw idee wat dat technisch moet doen. Maar het ziet er imponerend uit. Iemand gaat aan een touw trekken. Ja, je kan overhangen wat je wil, maar dat heeft geen zin. Daar kom je niet mee verder. Wat is de bedoeling van deze slimme constructie? De wielen doen het. Maar even kijken naar die katrollag. Er wordt iets... Nee, de bedoeling was wel iets uitschuiven, maar het is nu gewoon wielaandrijving. En ze komen bij de bel, maar ja, moeten afstappen. Dus eigenlijk is het een ongeldige tijd. Maar in ieder geval, je hebt de overkant gehaald. Dat is mooi. Er wordt veel getrouwd in de omgeving van Dalfsen, want hier zijn er weer twee. Harold Nijenhuis en Esther Nijenhuis. In hun scheurend rubber. Scheurend rubber klaar. Attentie. Daar ga je dan voor je cadeau. Oh, daar zit toch een klein beetje angst in, hoor. Daar zit heel duidelijk wat angst in. En nu komt dat smalle gedeelte. Wat doen we, jongens? Ja, het wordt toch weer nat rubber. Het zat erin. Ja. Trouwen is ook moeilijk, maar het is ook niet echt makkelijk, hoor. Met je as over de plas. Bekende beeld van de soort driehoek waar je dan weer op zit. En dat zou best wel eerst wat kunnen worden. Als die eerste meters maar goed gaan. Snel en dan op dat smalle gedeelte. Wat is dat voor een raar stuurtje, zeg je? Dat lijkt wel dat hij daar een gulden op gemonteerd heeft. Zo'n oude mensen. Nee, dat zegt niks van de speelgoedolietje. Lijkt het wel. Maar dan kijk, joh. Die zijn met zijn wijsvinger te sturen. Ja, daar zijn die vingers niet voor gemaakt natuurlijk. Makkinga, vrij vroeg ten onder hier in Dalfsen. En dit is ook weer een volle bak, echt een bak, want het is een soort krat. Dus dan weet je ongeveer klaar voor de start. Wat het is. Attentie. De groep heet Nat, komt uit Nieuw-Leuzen. Heeft geen last van de man met de hamer, maar meer van de bruine man met de gele kraag. En komt nu op dat smallig. En dat gaat best aardig. Dat gaat best... Ach, ik vond het ver komen voor een krat. Dat ging eigenlijk best aardig. Vooraf denk je, dat halen ze nooit. Kijk, met een kijkgaatje. Maar ja, als je er een paar op hebt, hè, dan kijk je toch dubbel. Lijkt die baan toch breder. Zul je hebben. Hier zijn de Kroepers met 14 punten van de jury. Deelnemers. Ook weer een stel dat pas getrouwd is. En dat hier met een paard en een soort, ja, een soort hemelbed naar beneden gaat. Wat stuurt dat moeilijk, zeg. Wat stuurt dat moeilijk. Maar goed, het is toch een mooi tweepersoonsbed. Een Lissimo. En ja, dan kun je maar beter even gewoon het zwijgen ertoe doen. En gewoon zeggen, die zijn gelukkig getrouwd. Die zoeken elkaar op. Ja, toch? De vrachtwagenchauffeur en de politieagenten. Laten we even achter in het water als we gaan kijken naar de buurtvereniging. Bob's bende. 14 punten van de jury komen uit Dalfsen. Attentie!
En die gaan toch wel voor een stukje tempo. Kijk eens even wat een waanzinnig mooi groot stuur. Die man is toch trots op zijn stuur. Kijk, hij stuurt hem ook heel trots te water. Kijk, let op. In de herhaling, kijk. Die denkt, wat een geweldig stuur is dit. Ja, oei oei. Maar hij had eraf moeten blijven. Dat zul je zien, hè. Marco en Frank Besseling, de broers uit Hoogkarspel. De blauwe rijders. Hele snelle tijd die je moet zien te kloppen. Wat zit dat technisch goed in elkaar, hè? Deelnemers, klaar! Waanzinnig, maar kijk, zo'n pijp in het midden waar je mee moet sturen, dat is niet echt makkelijk, dat moet je kunnen. En dat tempo overbrengen en gelijk je eigen evenwicht bewaren. Daar gaat hij. Hij kan het, hij doet het. Even op de tijd letten. Ai, ai, ai. Ze missen hem, ze missen de bel. Je zag het, had de snelste tijd kunnen worden. Let op die man daar. Oh, ze proberen allebei dat touw aan te raken, maar de tik is niet voldoende. Wat is dat jammer. Dat vind ik echt jammer. Tja, het had de snelste tijd kunnen zijn, maar je ziet vaak hier, bij Met je as over de plas, een slaan naar dat touw. Hè? Als je hem goed raakt, dan kan de bel luiden. Maar goed, je moet altijd afwachten. Hier komen de Spitfires uit Dalfsen. En die gaan het ook nog een keer proberen. Daar komt dat smalle gedeelte. Wat zit dat evenwicht mooi. Ze houden het wel. En ze pakken de bel. Ja, ja, met z'n allen. Zeg, gretig. 9.28. Niet de snelste tijd, maar wel een goede tijd. En nog eens even in die herhaling kijken. Kijk, die man die houdt het niet meer achterop. Zie je dat? Die wil al naar boven. Kom op, jongens, bellen. Oeh, wat is dat een heerlijk gezicht.